Bom dia, muito grande grupo 8. Nós vamos fazer um parte de gramática, ave a trobe. Nós vamos repassar o que nós fizemos semana passada. Wat we vorige week hebben gedaan, ga ik eventjes herhalen. En het was predicado, gezegde in het Nederlands. En hoe ziet het eruit in het papje mensen? Predicado. Daar heb je, die is altijd gevormd door een particula. Weet je nog, wat was de particula ook alweer? De woorden die de tijd aangeven in het papiaments. Het kan ta zijn, tegenwoordige tijd. A of lo, dat is de toekomende tijd. Of tabata. Samen plus de verbe plus het werkwoord. Dus een voorbeeld van de predicado is bijvoorbeeld ta come, ahari. Dus allebei samen noem je dan predicado. Dit is de particula en dit is de verbo. Dit is ook een particula en dit is ook een verbo. Samen wordt het predicado genoemd. A we nos tobe asi sujeto. Kiko ta sujeto? Hebben jullie zeker wel gehad in het Nederlands onderwerp. Wie doet wat in de zin? Quem ta e persona of is sunku ta asi algo ding e frase. Wie is bezig in de zin? Wie doet wat? In je zin. Zeno se llama sujeto. Sujeto, hoe kan je die eruit halen, uit de zin halen? Door jezelf af te vragen wie of wat iets doet. Papiamento king of kiko plus de predicado wat we net al hebben gehad. Nederlands wie of wat plus de gezegde. Een voorbeeldzin. Mi mama ta come hopi pan. Wat is je predicado? Ta come. En nu ga je je vragende zin maken. Wie eet? Wie of wat eet? Maar ja, in dit geval kan het niet met wat. Dus dan moet je een vragende zin maken met wie. Wie eet? Papiamento, non sta sielore. Quien ta come? Dus ik heb die Kiko er ook bij gedaan, wat het soms ook kan met Kiko ta come. In dit geval kan je zeggen wat eet? Nee. Wie eet? En wat is je antwoord dan op die vraag? Wie eet? En in dit geval, mi mama. En dat is dus het onderwerp. Es sujeto, de frase. Mi mama, ta es sujeto. Dus nogmaals jongens, sujeto is het onderwerp. En die kan je, hoe kan je het in de zin, uit de zin halen? Hoe kan je het vinden? Door de vraag te stellen wie of wat iets doet. Dus wie of wat plus een gezegde. En wat is het gezegde? Predicado. Het wordt gevormd door de woorden ta, a, lo, tabata, plus het werkwoord, plus de verbo. Nou, heel kort uitleg. Hoor ik je nog eens bij tra. Eterena, pagina. Pagina. Oeps. 140. En daar moeten we de 13 zinnen maken. Wat moet je hierbij doen? Skibi, is de volgende vraag van de schrift. Halen ons streepje blauw, bouw je predicado. Oké, dus je schrijft, noteert eerst de predicado in je schrift. Je hoeft niet de hele zin op te schrijven, maar noteer gewoon bij 1-1. En dan schrijf je predicado is, in dit geval atende. En dan staat er, halen ons streepje oranje, bouw die is, hoe heet het? Dus we gaan geen streepjes trekken, maar je schrijft dan het onderwerp op van zin 1. Wie is het onderwerp? Quem ta atende? Wie luistert? Wie heeft iets gehoord? Wie hoort? Wie luistert? En het, in dit geval is het bo. Dus bo wordt sujeto en atende is predicado. Ik doe nummer 2 ook met jou. Italiano ta gusta e baile aquí. Wat is je predicado? Goed zo. Ta gusta. En quem ta gusta? Italiano, goed zo, Italiano. Dus Italiano is dan sujeto. Bon, succes, moet je nou. Maak 1 tot en met 13. En daarna mag je het nakijken.